Het AD meldt het groots vandaag. Barcelona wil Robin van Persie, Jan Dirk. En Danny Blind stelt Anwar El Ghazi op. Wakker worden. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond en welkom bij FC Rijnmond. Het is vrijdagavond en op vrijdagavond dan blikken we altijd vrijdag dat het komen gaat. Dit weekend dat doen we met onze eigen Jan-Dirk Stouten. Je zag hem al eventjes en naast hem aangeschoven ook vaste analist op de vrijdag. Geert den Oude, welkom. Dank u. Geert, jij baarde opzien deze week, hè? Jij was op Twitter. Jij bent niet heel veel actief op Twitter met uitgebreide meninkjes. Maar jij kwam ineens met het nieuws over de ruzie van Persie Depay. Dat daarom van Persie niet speelde. Nou, ik ben niet zo'n geruchte twitteraar. Nee. En op het moment dat ik zit ook in dit soort programma's. Ik doe op internet zit ik ook wekelijks in een programma over voetbal. Praten we over voetbal een uur lang bij FC Afkikken. En dit nieuws, dat wist ik. Dat wist ik vrij zeker. Tenminste, ik wist het 100% zeker dat het zo was. Ja, dat zagen we. En ik dacht, ja, ik vind er toch melding van moet maken. Want ik vind het vrij essentieel. Het is nog vrij belangrijke wedstrijden. Heb je ook een trainingruzie gehad, Geert? Of hoe nou, is dat verhaal geweest? Ze hebben bij op de besloten training hebben van Persie en Depay een woordenwisseling gehad. Ik heb ook wel eens een woordenlisting gehad, training met collega's, maar het ging de manier vooral waarop. En dat werd een beetje dreigend. En dat is uiteindelijk nog doorgegaan, zover ik begrepen, bij de lunch of bij het diner. En dat vind ik niet echt normaal. Zeker maar wie was de aanstichter daarvan? Van Persie was daar de aanstichter van? Ja, ik denk dat Van Persie de aanstichter daarvan was, want die vond dat Depay hem moest aanspelen. En Depay van, ja, waarom moet ik jou aanspelen? En als je dat niet doet, een beetje de strekking in deze woorden. Ja, als je dat niet doet, ga je het wel merken, zoiets. Dus dat waren een beetje de strekking. Dat was een beetje de strekking. Ja, dat is niet... Dat heeft niemand meegekregen, maar... Maar heb je dus bronnen in Oranje die jou dit vertellen? Dat moet wel. Dat moet wel, want de training was besloten, ja. Okay. Ja, nee, dat je dus wel weet dat je met iemand die zit die bronnen binnen Oranje heeft, hè? Nee, maar ik neem Geert sowieso zeer serieus. Nee, maar dus nogmaals, ik twitter niet zo vaak hierover over geruchten, want daar wil ik niet aan meedoen. Maar als ik iets zeker weet en ik vind het belangrijk, dan tweet ik daarover. Ja, maar was het terecht? Je hebt ook wel eens in het verleden een vechtpartijtje meegemaakt, denk ik, of een ruzietje onderling. Oh ja. Is het terecht dat je dan zo'n maatregel toepast? Zeg je dan voor pers op de bank zitten als je zo'n belangrijke wedstrijd hebt? Uiteindelijk was het die conclusie daar die ik daaraan verbond, dat Van Persie daarom niet speelde, was eentje mijnerzijds. Ja. En daar is Blind uitgebreid op ingegaan. Dus dat is vind ik verder prima. Alleen, ik heb Blind hele tegenstrijdige dingen horen zeggen de afgelopen week. Hij maakte geen stabiele indruk. Ook over Van Persie. Ja. Hè, dat hij niet fit genoeg was om te starten. Uiteindelijk zei hij 2 dagen na Kazachstan... ik moet nu dus keuzes maken, want iedereen is fit. Nou, ik vind het gek, dus als Van Persie op vrijdag of zaterdag niet fit is, dat hij 2 dagen later wel fit is. Of hij nou op 9 of op 10 speelt. Dus ik vond het vrij onzinnig. En ik denk dat er meer speelt of heeft gespeeld. We gaan zo meteen over Oranje nog uitgebreid verder praten. Oranje niet naar het EK voetbal. Daar gaan we zo meteen verder op door. Maar wat betekent dat voor Feyenoord, Jan-Dirk? Want ik kan me voorstellen dat Feyenoord opgelucht is. Die spelen ze berust deze zomer. Dit is een forse tegenslag en voor alle clubs met grote talenten in dienst. Hè? Want je kunt best bedenken dat Congolo, Van Beek en Karsdorp in die grote EK-selectie hadden gezeten. We hebben aan het laatste WK gezien. We hebben nu ook weer eens gezien hoe goed Van Gaal was, hè, bij het WK. Dat jongens als de Vrije Martens Indy miljoenen euro's meer waard werden toen ze op het hoogste podium konden bewijzen dat ze mee konden. Hè. Laat Jeroma heeft dat over ten bod van 3-4 miljoen euro op de vrij gedaan. Maar dat verdubbelde na het WK. Dus dit is gewoon voor Nederlandse clubs, maar zeker ook voor Feyenoord met een aantal kandidaten voor die EK-selectie, een grote financiële tegenslag. Goed, laten we nog maar eens kijken en terugblikken op deze toch wel Oranje Week. We kunnen er niet onderuit. Na een week als deze moeten we het hebben over Oranje. Ja, gaan we terug naar Oranje in Drenthe. Want het was desastreus. Rampzalig. Een debakel. Het is schandalig. We zijn er helemaal klaar mee. Ja, de emoties liepen hoog op. Logisch, want volgens Oranje moet de eindverantwoordelijke voor de hele situatie wel Blind zijn geweest. Maar van hem hoeven de mensen geen steun te verwachten. Zo op één moment kunnen er wel eens dingen gebeuren die misschien niet helemaal reëel of eerlijk zijn. Zo is leven. Vanwege de taalbarrière begreep men in Oranje aanvankelijk niets van het betoog van Blind. Het blijft tot Drenthe. Maar toch kwam die er niet zo makkelijk vanaf, want ze hadden gewoon een tolk gestuurd. Mag ik even vertalen? Snel? Ja, graag. Otázka byla, máte tedy jasný cíl, jaký je váš cíl? Odpověď je, nejlepším cílem je samozřejmě dát gól a budeme se snažit už na začátku utkání o gól. Ja, dat is even slikken, ja. Met zo'n verhaal moet je namelijk nou net niet aankomen in Oranje. Want dan is het hommeles.
Zo probeerde een boze supporter de wagen van Memphis Depay tegen te houden na zijn dramatische wedstrijd tegen Tsjechië. Dikke BMW! Dikke BMW, jongens! Ja, in Oranje zijn ze tegenwoordig meer bezig met auto's dan met voetbal. Het zijn pijnlijke beelden. Oranje onwaardig. Toch zijn er ook voordelen aan de hele situatie. Er komt namelijk geen oranje camping. Dan komen ze met een dronken kop komen ze bij je huis. Nou, dat wilden wij niet. Nee, natuurlijk niet. En dat gebeurt dus ook niet. Dankzij het werk van Blind in Oranje. Kennelijk dus toch een man met visie. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, het was een roerige week rondom Oranje. En hoe hebben jullie dat echec van Oranje meegemaakt? Nou, ik heb dinsdag de wedstrijd maar met een half oog gekeken. Echt waar? Ja, omdat ik... Maar Danny had er nog vertrouwen in. Die zei maandagavond, het kan nog allemaal. Ja, maar ik denk dat Danny dan de enige was die er nog echt vertrouwen in had. Ja. Oké, er was procentueel uiteraard een kans dat Nederland nog door zou gaan. Maar IJsland winnen in Turkije was al niet heel. Dus de wedstrijd had niet zoveel zin meer. Nou is het opmerkelijk, hè? Nou is dat Nederland is uitgeschakeld. We gaan niet naar het EK, ondanks dat er meer landen meedoen. We worden zelfs niet derde in deze groep van Nederland zelf. De IJsland, Turkije gaan allemaal wel. En de Tsjechen. Wat moet er dan gebeuren? En dan hoor je veel mensen zeggen, Blind moet weg. Want die is ook verantwoordelijk. Van Oostveen. Kijk, je hoort ook mensen zeggen, hij zit er pas een aantal wedstrijden. Ja, maar hij heeft ook hij heeft ook onder Hiddink veel verantwoordelijkheid gehad. Ik moest wel glimlachen toen ik Kenneth Perez van de week bij de collega's van Fox hoorde zeggen. We hebben één bondscoach die één jaar clubcoach is geweest. Toen is hij mislukt. We hebben een assistent bondscoach die van zichzelf zegt, ik ben geen coach van Basten. En we hebben een coach van Nistelrooy die dit gebruikt om te kijken of hij coach wil worden. Ja, dat kan natuurlijk niet bij dit elftal. Dit is je vlaggenschip. Dit heeft zoveel gevolgen voor de economie, voor het voetbal in Nederland. Ja, dat is al op zich een misstand. En ook over de rol van de Raad van Commissarissen, waarin Simon Kelder zit uit Barendrecht, voormalig directeur van Excelsior. Ja, daar kun je ook discussiëren, want die hebben nu al gezegd, we gaan nog evalueren, maar ongeacht de uitkomst, Van Oostveen mag blijven zitten. Ik vind dat je echt wel, en dat je iets moet bedenken. En de topclubs hebben hartstikke gelijk dat je een technisch directeur moet hebben die gaat kijken wat internationaal de ontwikkelingen zijn in samenspraak met Cocu, met De Boer, met Van Bronckhorst. Je moet iets doen, je kunt niet stil zitten. Moet een technisch directeur bij de KNVB komen, Geert? Nou, daar kom ik zo op. Ik wil eerst even nog reageren op het feit of Van Oostveen weg moet. Kijk, ik denk uiteindelijk dat je met misschien een andere aanpak in de manier van spelen, hè, zoals Van Gaal het heeft gedaan op het WK, dat je iets meer resultaten kan halen. Maar ik denk dat er op dit moment uit deze groep niet heel veel meer is te halen. En dat we misschien wel een decennium lang, 5 tot 10 jaar, dat is heel lang, maar in ieder geval laat het 4, 5 jaar gaan duren voordat wij weer een echt representatief Nederlands elftal hebben. Een nieuwe generatie Ben Wijnstekers hebben we nu. Die ook nooit aan een groot toernooi meedeed. Ja. Maar is dat het dan? Of is het gewoon, want Bint gaf zelf ook aan, ik heb de pech met de blessures. De andere kant is Van Marwijk, volgens mij zei jij dat. Nou, ik denk dat Geert wel gelijk heeft, dat we een echte mindere generatie hebben ten opzichte van Spanje, kijk, en toplanden als Duitsland, maar ook ten opzichte van IJsland, Geert. Maar kijk even, de enige middenvelder van de toekomst. Wie is de enige middenvelder van onze toekomst die we nu hebben? Uit onze regio? Ik ben even Klaasie. Stroopman. En is nog geblesseerd. Ja, die is nog geblesseerd. Voor de rest zie ik, als we het over het middenveld hebben, zie ik geen andere spelers binnen Nederland waarvan ik zeg, nou, die gaan nu echt binnen 2, 3 jaar echt maar ook in de Europese dan, topclub spelen. Is een Bond daar dan verantwoordelijk voor? Want aan de andere kant, nee. Sven Rutte zei deze week treffend in VI een heel mooi interview met hem, waarin hij zei, ja, maar weet je, de Duitsers hebben gekeken hoe wij voetbaltechnisch trainen. Maar de Duitsers zijn conditioneel veel sterker, lichamelijk veel beter. Wij lopen jaren achter in het clubvoetbal. Dat heeft hij bij Feyenoord ook gemerkt. Hij wil het liefst zeker per dag trainen en zegt Raymond Verheijen belachelijk. Maar we moeten in het voetbal juist... Dat is ook wel zo. En ik denk dat we daar ook wel wat moeten inhalen. Maar dan nog steeds, als ik naar talenten kijk, kijk even naar de selectie van Duitsland. Als ik even naar middenvelders kijk, wat daarin rondloopt, waar ze de komende jaren nog mee verder kunnen. Die hebben wij niet. Wij gaan alleen maar afscheid nemen van middenvelders. Sneijder, als Van Persie daar speelt. Begrijp je wat ik bedoel? En Stroopman is de enige, en die is nog geblesseerd ook, die er echt aankomt, die ook bij een Europese topclub, als hij speelt, als hij fit is, geregeld in de basis speelt. En dat bedoel ik te zeggen, wij gaan dus een probleem hebben de komende 4 jaren, dat we beleidstechnisch gezien inderdaad misschien een technisch directeur aan moeten stellen, en dat een coach, of dat nou Blind is of een ander man, of een ander iemand, niet zo heel veel verschil maakt, dat geloof ik wel. Dus we moeten eigenlijk niks meer verwachten van het Nederlands elftal de komende... De komende tijd hoeven we niet zoveel... Wat denk je van de komende wedstrijden die we nog vriendschappelijk moeten spelen? Van Gaal heeft dat het wel uitmaakt wie de coach is, hè? Nou, maar dat zeg ik dus. Het is een klein verschil. Maar door wie is Van Gaal echt gered? Ook door Arjen Robben. Hè? Zonder ook wel door een systeem te bedenken. Waardoor Arjen Robben ook maximaal rendeerde. Ja. Helemaal eens, maar dat zijn dus kleine dingen.
Ondertussen gaat de Eredivisie gewoon verder dit weekend. Hè? Want iedereen moet weer verder naar de orde van de dag. Ja. Het is Heerenveen tegen Feyenoord. Heerlijk, hè? Bij Heerenveen ligt alles mis. Weet je, bestuurlijke soap, dus dat scheelt. Ja, ja, reden, goede reden voor Feyenoord om dat heel goed te onderschatten. Ja. Ja? Ben je er bang voor, Geert? Nou, Feyenoord heeft het traditioneel altijd heel erg lastig in Heerenveen. Ja. Dus als Feyenoord daar al met een gelijkspel weg zou komen, zou ik al tevreden zijn. Tegen de Graafschap hadden gelukkig geen onderschatting. Je moet volop voor de winst gaan. Nee, logisch. Natuurlijk voor de winst. Maar in het verleden is gebleken dat we daar niet zoveel... We hebben daar een memorabele avond en middagen gehad. Hè? In de week dat Gert-Jan Verbeek daar ontslagen werd, keerde een vol stadion zich die sympathiseerde met Van Beek. Gert-Jan Verbeek, moet ik zeggen, Feyenoord supporters gingen juichen toen Heerenveen scoorde van Bronckhorst, die midden in de nacht die spelersbus moest vrijpraten, want er stonden supporters omheen. Europese wedstrijd. Koeman heeft daar Champions League deelname afgedongen. Heerenveen moest verliezen. Ze wonnen met 1-3, maar Heerenveen moest verliezen. Ik kan me nog 5-1 herinneren dat jij daar zat, want dat was het afscheid van Pierre van Hooijdonk. Toen PSV kampioen werd en AZ punten verspeelde op Woudenstein. Ja, een hele mooie middag hebben we daar gehad. Maar Karsdorp is er niet bij. Dat begint toch wel een dingetje te worden, of niet? Nou, die heeft een liesblessure. En als je Van Bronckhorst goed beluisterde vandaag, dan denkt hij, nou, die wordt wel weer fit. Maar een liesblessure kan heel vervelend zijn. Hè? Dat weet Geert ook, daar weet hij alles van. Ik zeg het niet verkeerd. Okay. Maar het leuke vind ik dan weer wel, dat zo'n Nieuwkoop, die het conditioneel wel zwaar had na een uur bij de Graafschap, maar toch moeiteloos gaat spelen. Daar heb ik veel vertrouwen in die jongen. Maar wat is jouw inschatting bij Karsdorp? Nou, dat hij nog wel een beetje nodig heeft. Ja, er zijn een aantal blessures die, hoe graag je ook wil, maar die zijn heel gevoelig voor het terugkomen. Kijk bijvoorbeeld naar je hamstring. Genoeg jongens, hamstring, lies, achillespees. Dat zijn de drie dingen in ons lichaam die wat langer herstel nodig hebben dan een gemiddelde quadriceps. Ja, zo. Daar heb je ook wel eens last van. Hè? Nou, na een wedstrijd geslagen. Kijk eens, waar zit de quadriceps? Sinds ik gemiddeld 23 aces per set sla, heb ik heel veel last van mijn quadriceps. Waar zit die, Geert? Die zit bij je knie. Bij je bovenbeen knie. Ja. Maar op Twitter kwam wel een aardige vraag binnen. Weet je, de vraag is een beetje, wat moet Feyenoord doen? Moet je houden wat je nu hebt? Hè? Hou je dit vast? Omdat je bent medekoploper, dus waarom zou je veranderen? De andere kant was op Twitter, reageerde iemand, moet Feyenoord niet op 10 staan? Is dat niet de ideale 10? In plaats van de verbindingsspeler die hij nu is op... Nou, ik denk dat hij te weinig snelheid en diepte heeft om echt op 10 te spelen. Als Kramer in de bal speelt of als er ruimte is achter de verdediging, dan vond ik met Immers of iemand anders die ze speelde, vond ik daar meer diepte in zitten dan dat Vejinovic. Laten we eens over Heerenveen uit heen kijken, Geert. Hoe gaat Feyenoord doen zonder Kramer in de komende 2, mogelijk 3 wedstrijden? Nou, ik denk niet zo heel veel anders. Ik denk gewoon dat Kazim moet en zal gaan spelen. Maar Kramer is toch veel belangrijker geworden? Moet? Ja. Moet? Ja, maar wie wil jij dan neerzetten nu dan? Maschabar? Nee, vind ik van niet. Nee, maar Kazim, vind jij wel een volwaardig alternatief? Ja, zoals ik Kazim altijd een volwaardig alternatief en speler heb gezien. Dat hij niet altijd... Dit meen je nog steeds? Ja, maar... Nee, maar luister, ik kijk altijd naar resultaat en naar doelpunten. Je weet, ik ben iemand van cijfers. En Kazim heeft het niet slecht qua doelpunten gedaan bij Feyenoord. En aan het begin van het seizoen heeft hij aardige wedstrijden gespeeld. PSV uit, was Kazim een van de betere spelers. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Ja, ik totaal weet het nog wel. Nee, dat weet ik, maar wij botsen hier vaker over. Dat geeft ook niet. Alleen, Kramer is spits nummer 1. Daar zijn wij het absoluut over eens. Nou, bij Cambuur uit twijfelde jij nog? Nee, ik heb alleen gezegd dat je Kramer pas moet opstellen en dat je hem langere tijd gaat opstellen. En dat je afscheid van Kazim moet nemen in de basis. Dat je zeker weet dat je dat moet doen. Dus wij schurken best wel dicht tegen elkaar aan, hoor. Sorry. Alleen... Fijn. Ja. Het is nog daglicht, dus... Nee, maar goed. Ja. Ik vind dat Kazim moet gaan spelen. Ja, als Kramer zo meteen geschorst wordt, want dat kan natuurlijk zijn. Natuurlijk speel je compleet anders met Aschebar. Ja. Want hoeven we niet die ballen hoog voor te geven. Die jongen heeft alleen een aantal keren... Je kan ook met Keizer in de spits gaan spelen, toch? Dat is ook een optie. Met Bastas zie ik ook op rechts. Ja. Vind ik ook een serieuze optie. Maar Aschebar heeft de keer dat hij mocht spelen in de vorige competitie aangetoond mee te kunnen op dit niveau. Bekijk de goals tegen PSV, de goal tegen Heerenveen in de play-offs notabene. Maar jij vindt Kuyt dus ook, jij zegt ook Kuyt nee niet doen in de spits. Dat zou ook een goed alternatief zijn. Alleen ga je dan voor een paar wedstrijden Kuyt in de rol waarin hij nu speelt. Ik zie het ook liever anders, de rol van Kuyt. Maar dat is weer een andere discussie. Zou ik zo laten. Bovendien, maar het zijn wel belangrijke weken, want je gaat Kramer wel missen. Het ligt een beetje aan dat hoger beroep maandag. Hè? Bos heeft ook strafvermindering gekregen. Als hij 2 potjes krijgt, mist hij AZ thuis en Ajax thuis voor de beker. Ja. Nog eentje erbij is het ADO. Heeft hij 3 of 4 wedstrijden onvoorwaardelijk gekregen? 3+1. Ja, +1. Ja, dus een voorwaardelijke wedstrijd 3. Nou ja, dat zal misschien naar 2 gaan, maar... Laten we dat hopen. 2 zou ik... Maar Ajax heb je wel nodig, toch? Ja.
Nee, natuurlijk heb je hem Kramer nodig. Kramer is in korte tijd erg belangrijk geweest voor dit elftal. Ja, geeft inmiddels wel de vastigheid. Des te dommer is die overtreding die hij gemaakt blijf heeft. Blijf ik ook vinden, hoor. Heel dom. En goed dat hij daarvoor... Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Goed dat hij daarvoor gestraft wordt. Dat leert hem misschien ook af om dat soort dingen niet te doen. Hetzelfde voor Elia, die heeft dan geluk gehad. Ja. Maar we hebben ook heel veel discussie en Twitter-fitties over gehad. Over Bos en over Elia. Dus, ja, je hebt je mening daar wel eens af en toe over gegeven, inderdaad. Nog even naar Feyenoord heeft Bottergien gekocht. Hè? Die moest erbij komen, er moest versterking bij komen achterin. Dat vond iedereen heel logisch. Nou mis je Karsdorp. En nou zit Bottergien op de bank. Terwijl er ook geëxperimenteerd is met Van Beek op rechtsbek. Ja, maar dat was een heel kort experiment in Eindhoven. Dat werkte niet. En dat was tegen PSV. En over die waarde van de bank. Hè? Nou, maar Nieuwkoop is een prima rechtsbek, joh. En over die waarde van de bank. Kijk naar de waarde van de bank bij Ajax en PSV. Het hoort gewoon bij topsport. En ik denk heb daar nul moeite mee. Het duo wat goed staat achterin. Ik denk dat je dat ook zo intact moet laten. Waarom zou je dan weer gaan schuiven? Staat nu dus niet meer. Het enige wat ik nog kan bedenken. Maar trainers willen altijd met een links- en een rechtsbenige centrale verdediger spelen. Als Van der Heijden nog één keer slecht is, dan moet je wel een keer even zo'n bordje de lucht in. Dan zou ik Bottergien gewoon met Van Beek samen neerzetten. Dan wel. Ja, want Van der Heijden maakt tot nu toe in de laatste weken geen beste indruk. Het is geen verdediger. Het is een man die de bal moet geven. Ja, maar als je hem daar zet, dan moet je ook kunnen verdedigen. Dus ja. Dat zou ik nog wel een idee vinden. Leveren, zeggen wij in het bedrijfsleven. Leveren. Ja. Juist. Merk je al iets van kampioenskoorts in de Kuip? Want ja, weer koploper, mede koploper. Ik zou erover ophouden als je niet. Hoezo? Nou ja. Ja, jongen, nee, ik vind er zitten 9 wedstrijden onderweg. Dat dit elftal moet meedoen tot de laatste dag. Maar die druk kan fijn. Als je 4 keer bent geworden in 42 jaar, moet je even pas op de plaats maken. Goed. We gaan praten over Excelsior. Speelt tegen PSV op de zaterdagavond. En één man is nog niet terug, maar wel op de weg terug. Luigi Bruins. Het begon met ontstoken slijmbus. Geopereerd. De wond ging open tijdens het optrainen. Vrij snel. Een tijdje met een open wond gelopen. Tweede keer geopereerd, toen 2 maanden gips en rolstoel. Ja, en toen was het zo dat mijn lichaam niet meer gewend was om te lopen natuurlijk. 2 maanden been omhoog, dus moest dat weer vanaf het begin af aan opgetraind worden. En toen waren we 7 maanden verder. Het was mentaal natuurlijk ook heel zwaar. In principe zou hier ook 2, 3, 4 weken voor moeten staan. Maar ja, het is gewoon bij de eerste keer is het fout gegaan. Te vroeg begonnen. Ik wilde heel graag natuurlijk. Aan de andere kant is mij verteld dat het mogelijk was. Dus ja, als jou verteld wordt dat het mogelijk is, dan ga je gewoon. Voor een sporter is het heel moeilijk om te zeggen van ga 20% of 30%. Het is of knop aan of knop uit. En ja, dan ga je gewoon volle bak. En het resultaat was dat hij opensprong, de wond. Toen had ik eigenlijk denk ik direct terug naar het ziekenhuis moeten gaan om te kijken wat nu verder. Maar dat heeft denk wel een maandje of anderhalve maand nog ermee doorgelopen. Ik ga het gewoon zo opbouwen dat ik de rest van het seizoen kan meemaken en in principe niks meer hoef te missen. Voor mij persoonlijk is die bekerwedstrijd Excelsior 31 uit een mooi doel. Maar misschien zelfs eerder, wie weet. Ik heb er wel een heel erg goed gevoel over. Ja, PSV komt nog te vroeg voor hem. Het is wel belangrijk dat hij terugkomt, hè, Bruins? Ja. Snel. Ja. Ja. Nou ja, die jongen heeft vorig seizoen een belangrijk stempel gedrukt op het succes van Dijkhuizen. Ja. Alex Rongen heeft getwitterd in de pauze. Ja. Of in de pauze. In de pauze, ja. Tijdens het filmpje. We vergeten Klaasie in de discussie. Geert, vind jij Klaasie dan wel een middenveld die op termijn een bikkel op het middenveld bij Oranje moet zijn? Ja. Oké. Hebben we dat? Ik wil even door met Excelsior namelijk. Want Tom Muiters, is er, net als vorig jaar, toen begonnen ze met Jordi Dekkers, keeperswissel, pakte uiteindelijk goed uit. Ja. Nu gaat Muiters gaat keeper in plaats van Courtois terecht. Dat, Ja, alleen met het verschil aan te merken dat Jordi Dekkers vorig jaar een paar keer in de fout ging. Ja, een paar, ik kan me nog een wedstrijd herinneren. Ik weet tegen NAC ging er eentje, dat is de eerste. En daarna Go Ahead Eagles. Ja. Nou, het is wel een opvallende wissel, want Courtois heeft het absoluut niet slecht gedaan. Nee. Heb ik zelf ook gezien. En als je dan als trainer toch kiest voor een spit of een keeper die erin komt en de geblesseerde speler vervangt, dat je die toch na 3 wedstrijden laat staan, dan moet die dus echt significant beter zijn. Nou ja, dat is heel vervelend voor Courtois. En zijn keuze van Groenendijk. En ik hoop voor Groenendijk dat die keeper het ook goed doet, want dan is het wel heel erg sneu. Hoe zit die jongen van de Meren, die keeper? Die januari, februari. Ja, die had toch een kruisband? Dame. Dat deed het ook trouwens heel erg goed. Ook voor was in principe de eerste keeper hè, voor dit jaar. Maar ja, dat geblesseerd. Zullen we naar Sparta gaan? Ja. Ja, want het was voor de 99ste keer deze week het rood-witte mannendiner. En daar was ook nog nieuws over Sparta. Luister maar. Traditiegetrouw begint het rood-witte mannendiner met de Sparta-mars.
Maar niet alles is hetzelfde gebleven. Er zijn ook vrouwen. Toen ik ze zag binnenkomen bij de ingang van het kasteel, dan zag je ook bij die vrouwen een soort positieve twinkeling van wij horen erbij. Om niet direct alle tradities te doorbreken, worden na de eerste drankjes de mannen van de vrouwen gescheiden. Honderden jaren Sparta geschiedenis gaat naar de overkant, terwijl de vrouwen laten horen dat het wel goed zit met hun kennis van de club. Zullen wij laten horen? SVARTA. En uiteraard gaat het over voetbal. Ze denken na over de vraag wat je zou doen als je één dag de baas zou zijn op het kasteel. Ik zou eerst een rondje door de kleedkamer willen doen. Dat lijkt me geweldig, want wij mogen daar nooit komen. Dat is het enige wat ik als eerste zou doen, denk ik. Uit de nieuwsgierigheid? Ja, gewoon even kijken of alles goed gaat. En of dat wie er langs heeft. Ja. Ja, nou ja, als je er dan toch bent, toch? Nee. Aan de andere kant worden dergelijke opmerkingen niet gemaakt. Zo zijn de Spartaanse heren van stand niet. Het gaat vooral over de toekomst van de club. Piet de Visser, in 1959 assistent-trainer bij Sparta en momenteel scout van Chelsea, heeft al een talent op het oog. Ja, ik mag uit mijn functie als scout voor Chelsea nooit over namen spreken. Maar ik heb eentje dik omlijst qua naam uit de Sparta jeugd. De Visser reikte gisteren de bronzen stier uit aan Thomas Verhaar. De prijs voor de beste speler tijdens de eerste periode van de Jupiler League. Maar het contract van Verhaar loopt af aan het eind van het seizoen. En hij kan niet garanderen dat zijn toekomst bij Sparta ligt. Dit is natuurlijk voor mij een nieuwe situatie. Ik ben relatief nieuw in het profvoetbal. En de voorgaande jaren speelde ik bij VOC. En er was altijd een man onder het genot van een biertje die vroeg... je gaat toch niet weg, Thomas? En dan zei ik nee. Nou ja, om nu zo stellig en zo makkelijk dat te kunnen zeggen, dat kan helaas niet. Maar... Ik heb het hier goed naar mijn zin en ik zit hier heel goed op mijn plek. En dat is mij in principe heel erg veel waard. Maar dat Verhaar vertrekt is dus ook nog niet zeker. Het streven van Alex Pastoor is om te promoveren met Sparta. En vervolgens ook een zekerheidje in het rechte rijtje van de Eredivisie te worden. Hij wil kunnen doorselecteren. 4 nieuwe erbij en afscheid nemen van de 4 zwakste. Voor een goede toekomst van Sparta is het belangrijk dat jongens als Verhaar bijtekenen. Nou, op het moment dat je ook contracten kunt verlengen, zodat je een aanloop kunt nemen naar zo'n positie in het rechter rijtje in de Eredivisie, dan hoef je niet zoveel gekke dingen te doen op het moment dat je promoveert. Anderhalve maand geleden sprak Pastoor al met Rob Westerhof om te verlengen als trainer en om technisch eindverantwoordelijke te worden op het kasteel. Gisteravond laat werd duidelijk dat Sparta ook een nieuw technisch bestuurslid heeft gevonden. Dat voetbal inhoudelijk moet gaan sparren met Pastoor. Begin november wil Sparta het duo gelijktijdig presenteren. Maar met Pastoor bent u er al uit. En dan gaat het puur dat die extra... Nee, zijn we eruit. Het is nu, we hebben dus wat meer tijd genomen dan normaal. Normaal zeggen we, gaan we door met elkaar en onder welke voorwaarden. Nu is er heel systematisch gewerkt aan het schema. Naar de toekomst toe van uitbreiding van taken waarin we hem ook... daarin steunen, zodat hij dus inderdaad naar het Engelse model wat we voor ogen hadden toe kan groeien. Toegroeien naar het Engelse model, zegt Rob Westerhof. Dat zie ik bij Alex Pastoor niet helemaal voor me. Weet je, Engelse managers zijn vaak van afstand. Alex Ferguson laat de training over aan de veldtrainers. Dat kan, maar is dat waar je aan moet denken? Wat denk jij? Nou, ik vind Sparta is zover nog niet. Nee. Ik denk dat een trainer die het hoogste diploma binnen Sparta heeft... En daarvoor is aangesteld, heel dicht op de jongens moet zitten. En op het moment dat je een club de uitstraling krijgt, ook dat je een vaste club in de Eredivisie bent en ook kan als manager. Hè, het heeft ook met geld te maken, dat je nog een trainer met dat diploma kan aanstellen, als Pastoor gewoon van boven kan kijken. Ik denk dat Sparta zover nog niet is. Nee. Misschien op termijn wel, maar nu nog zeker niet. Hey, Verhaar is weg, hè? Heb je gezien, Thomas Verhaar? Denk je net? Als ik die beluister, ik snap het ook volledig. Als je laat slaagt in betaalde voetbal... Dan ga je toch een keer naar Groningen of naar weet ik voor waar hij gaat spelen. Als je 27 bent, ja. Ja, maar daar hebben clubs al... ik vind het heel vervelend voor Sparta. Nee, maar daar hebben clubs al geïnformeerd. Er zijn veel clubs geïnteresseerd. Maar de clubs hebben een tijdje geleden al zitten slapen natuurlijk. En die hadden misschien Sparta of Verhaar nu al voor wat minder geld weg kunnen halen. Want hij wordt alleen maar duurder nu. Ja. En als Sparta, want dat is wel een terecht punt wat Pastoor zei. Op het moment dat Sparta alvast wil voorsorteren op het rechterrijtje van de Eredivisie. En dit soort spelers daar prima bij kan gebruiken. Zullen ze ook in de financiën daar hem dat dan moeten geven. Zodat hij in plaats van voor een Groningen kiest, nu alvast voor Sparta kiest. Ja, maar dat is lastig. Dat lijkt me een skip in het ei van gaan niet gebeuren. Ik ben ook heel benieuwd. Geert, heb jij een mening wie dat bestuurstechnische zaken zou kunnen zijn? Nee. We hebben alle namen genoemd hier de afgelopen maanden. Jacobs, Korpot. Keer 23. Nee, maar dat zijn mensen van buitenaf. Dus dan krijg je een Jurgen Klopp of een Ancelotti of zo. Dat zijn mensen die dus
Nee, natuurlijk niet. Nee, maar ik bedoel te zeggen... Hij slaat door, maar het mag eventjes. Soms geven Geert ruimte. Wat ik bedoel te zeggen is dat het heel goed voor Sparta zou zijn als er iemand als technisch directeur komt die totaal niks met Sparta... Pastoor wordt technisch directeur, maar wie het bestuurslid technische zaken. Ja, bestuurslid technische zaken. Ja, nou, sorry. Dat bedoel ik mee. Maar die totaal niks met de club Sparta heeft en dat bedoel ik mee in het verleden heeft gehad. Onbesmet? Onbesmet heeft, breed gedragen wordt door alle geledingen binnen de club. Ook al moeten die geledingen ook een beetje uit. Leo Beenhakker. Die verbindingen binnen die club die moeten eruit. Want dat is niet goed voor Sparta. Dan trekt die weer een zak geld en dan is die weer de baas. Dan is de volgende sponsor de baas, die trekt weer geld. Dus straks trekken wij als portemonnee, zijn wij weer de baas. Ja, maar jullie hebben ook de afgelopen tijd bij Sparta. Ik stop al mijn geld in F4. Hè? Maar luister, heel kort, want we zitten op de slot deze uitzending. Zou het iemand moeten zijn uit de voetballerij? Of zou het ook, want je hoort ook een beetje, misschien moet het zoals bij PSV, Toon Gerbrands uit het volleybal, zou het zo iemand moeten zijn? Nou, buitenaf. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. En die dus niet in het verleden al voor Sparta of iets met Sparta heeft gehad. Want die heeft dus altijd alweer een kennisje of een vriend binnen Sparta die dus altijd een kortere lijn heeft dan iemand anders daar. Robin Verhalen, heel goed. John de Wolf, GVV. Ja, hartstikke leuk. Ja, heeft hij gewonnen. Club ja. In de topklasse gaat hij coachen. Hij was erg gewild. Toen het bij mijn sluis even wat minder ging, hebben ze hem stiekem gebeld. Leonidas heeft hem gebeld, maar hij gaat naar Veenendaal. En gaat Kraai Junior, GVV, ja. De Wolf, naast mooi. Heel kort, één antwoord. Ja. Gaat Marinus Dijkhuizen naar NAC, denk je? Moet hij dat doen? Als hij weer terug wil gaan. Ik denk dat Dijkhuizen, kijk, hij heeft het één keer goed gedaan bij Excelsior. Kort antwoord. Hij is naar buitenland gegaan. Ik zeg doen. Ja, doen. Goed, dit was FC Rijnmond voor vandaag. We zijn aan het einde van deze uitzending. Dank Geert, dank Jan-Dirk. Voetbal allemaal weer te volgen deze week op Radio Rijnmond dit weekend. En komende zondag FC Rijnmond met Emiel Schelvis. Graag tot dan. En volgende week vrijdag trouwens, niet vergeten, Leo Beenhakker. Ja, Emiel. Lekker naar Heerenveen zondag, jongens. Echt waar? Lekker naar Heerenveen. Nou, Emiel zit hier. Later thuis. Tot zondag. Hartstikke leuk. Yeah.